Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe Wanje Movie. Vandaag heb ik dit boek, of ja, dit was ooit een boek en we hebben het helemaal kapot gemaakt. Het was we. Ik heb het samen gedaan met Dennis, die je misschien kan kennen van vroeger, en Stefano, die je ook kan kennen van vroeger. Samen met hun heb ik aan de hand van opdrachten dit hele boek kapot gemaakt. En ja, wij gaan beginnen bij de eerste opdracht. Prikgaatjes in deze pagina. Oh, dat boek. Jezus Christus. Oh, dude. Je hebt nu al het hele boek. Oh. Maak een beker van deze pagina. Dit kan gewoon niet fout gaan. Serieus. Oh, 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 oh. Proost. Oh. Ga tekenen met je tong. Ziet er ook nog mooi uit hoor. Ja, hè? Het lukt ook. Ja, dit is tongkunst. Wauw. Nog een keer. Je ziet er echt als een klein ranzig kind, weet je dat? Ga op deze pagina staan. Jij moet op het boek gaan staan. Probeer het. Grijp. Oh. Oh! Yeah. Gooi je koffie over deze pagina. Mag je koffie? Hey. We hebben hem nodig. Hey, geef de koffie. Doen. Ja? Nou, Stef, kom. Ja, doe je ding. Dude. Nou, daarvoor hadden we je koffie nodig. Alsjeblieft. Pak het boek op zonder handen. Ja, dit is ook een fijn shot voor de kijkers, hè. Welkom in mijn kijkdoos. Dennis, vang hem. Ja? Maak een bal van deze pagina en ga voetballen. Maak een roddel en ruim het op. Een pagina voor goede gedachtes. Nou, wie heeft een paar goede gedachtes? Unicorn. Rainbow. Tito. Vrouwelijke geslachtsorganen. Kutjes. Zal ik gewoon 500 keer seks opschrijven anders? Je moeder. Mag ook op de Happy Thoughts. Mijn mama. Ja. Mama. Bardo's mama. Knip een stuk van je haar uit en maak er een tekening van. Echt van een niveau dat je zegt waarom. Het hoort er maar bij. Niet een klein beetje ook. Het is ook echt een goede truc. Oh, ja, doe maar. Nou, hier. Is dit een smiley van mijn haar of is dit een smiley van mijn haar? Ik vind hem echt kunstig. Doe deze pagina in de was. Dus wanneer gaat Banjo Movies meehelpen aan het huishouden? Nou, vanaf nu dus. Godverdomme. En ik hoef hem niet meer te zien. Godverdomme. We kunnen nu de broek hierin doen. Oh, daar schrok ik zelf nog van, zou ik heel eerlijk zijn. Je wordt er moe van. Waarom maken ze dit geen onderdeel van de Olympische Spelen? Je kleren wassen. Vind een manier om een boek te dragen. Hou vast, arm omhoog. Oh, dit gaat. Tadaa! We hebben een BH gemaakt. Succes met eraf halen. Sleep het boek achter je aan, besloten wij te combineren met laat het boek uit. Ga al lopend iets tekenen. Dus wat ga je tekenen? SpongeBob en Patrick. Nou, let's go. Ja. Laat eens zien. Je bent een nieuwe Picasso, jij. Wrijf deze pagina langs een paar vieze auto's. Dat heeft zijn werk goed gedaan. Verzamel dode insecten. Ik heb nog nooit iemand zo pushy zien zijn omdat hij een spinnetje doodsloeg. Verkoop deze pagina. Van drie pagina koop voor 50 cent. Dit is een echte banjo pagina. Eerste poging man, wat een held. Kijk eens man, hartelijk dank. Smeer een of andere geur op deze pagina. We begonnen met zonnebadcrème, dat werd vervolgens Elmix tandpasta en we eindigden met een heel flesje deodorant. Oh, wat een deo-lucht. Geef hier dat vervloekte ding. Hoppa. Neem een boek in de douche mee. Dit is echt porno gewoon. We zitten hier gewoon porno te filmen. Hier staat de paraplu onder de douche. Bevries het boek. Nou, om een boek te bevriezen moet hij natuurlijk nat worden. En daarom hebben wij hier een klein bad gemaakt voor een boek. Oh. Gadverdamme, hier die fapvlekken in de hoek. Blablabla. Tussen de patatla ligt mijn boek nu. Moet ik niet gaan eten nu. 4 uur later. Het grote moment van de waarheid. Holy shit. Holy fuck. Shit. Ik kan er niks meer mee. Om 3 uur 's nachts. Banjo!
Gasten, heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Geef vooral een blauw duimpje hier beneden en abonneer hier beneden ook vooral. Deel deze video met iedereen die je kent via Twitter, Facebook of wat dan ook. En wie weet maak jij binnenkort samen met al je vrienden wel boeken kapot. Yay! Bedankt voor het kijken en het delen van deze video met al je vrienden. Ik ben er volgende week zondag weer. Tot dan! Later!